Marco, van harte gefeliciteerd met de bronzen medaille in de winterbierverkiezing. Dankjewel. Het is weer een leuke opsteker om zo'n mooie prijs in de wacht te slepen. Ja, want het is niet de eerste prijs die je in de wacht sleept. Nee. De Winterstout heeft ook al in een aantal competities mooie prijzen gewonnen. En dan niet in de categorie winterbier, maar meestal in de categorie exportstout. Dus ik vind het wel heel bijzonder om in zo'n hele brede categorie met zoveel verschillende bieren, dat hij daar ook een mooie score haalt. En wat betekent zo'n prijs voor een brouwerij als Duitse Lauret? Nou, wij zijn er altijd heel erg trots op. Kijk, je kan zelf wel vinden dat je bieren lekker zijn. En als je het aan de mensen om je heen vraagt van joh, wat vind je van dat bier? Dan krijg je natuurlijk ook altijd een heel wenselijk antwoord. Maar als het gekeurd wordt door keurmeesters en door mensen die daar verstand van hebben, dan is dat prettig. Objectieve feedback. Hè? Men weet niet wat men proeft. En dat is voor ons waardevol. En ook als het niet goed is, want dan kan je daarvan leren als brouwer. Van, hey, blijkbaar wordt dat zo ontvangen of komt dat zo over. Dus voor ons is dat hele waardevolle feedback. En ja, val je dan in de prijzen, dan is dat natuurlijk altijd leuke positieve feedback. Ja. Een nieuwe brouwerij, Fort Brouwerij in Everdingen. Krijgt hij een mooi plekje aan de muur? Uiteraard, ja. We hebben een groot pand, maar de wand begint al wat aan de krappe kant te worden. Maar deze past er zeker tussen, ja. Hoor ik nou nieuws? Fort Brouwerij Duitse Lauret gaat er uitbreiden? Nou, we hebben 23 rijksmonumenten op het terrein, dus we kunnen nog wat opknappen om wat neer te zetten. Maar ja, in de komende jaren wordt er wel steeds meer in gebruik genomen door de brouwerij. Ja, zeker. Ja. Gefeliciteerd met de prijs en we proosten daar zaak met een lekker glas bier op. Gaan we zeker doen. Dankjewel, Alain.